Fouke, is er iets te melden rondom het hoofdtrainerschap van SC Cambuur? Nou, dat had ik graag gewild. Nog niet. Na het ontslag van Marinus Dijkhuis heb ik de opdracht gekregen om te zoeken naar, naar een nieuwe coach. Dus dat is één. En twee, hebben wij gesprekken gehad met de technische staf. Dat zolang dat nog niet aan, aan de orde is, dat zij het tijdelijk willen overnemen. Nou, dat, dat proces is nog steeds aan de gang. En wij willen vasthouden aan, aan onze visie. Om nog een coach aan te stellen richting, die richting geeft aan het proces in 2020, het nieuwe stadion. Dus een 2,5 jaar. Ja, en daar zijn we nog druk mee bezig. Nou, inmiddels hebben we in het trainerskamp ook met de staf gesproken, met de coach, met Sipke Hulshoff. Sipke heeft, heeft ook zijn, zijn gevoel laten spreken en wil heel graag weer het veld op als assistent trainer. Nou, dat is ook goed om dat te doen. Hij hoopt ook dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Ja, daar doen wij gewoon onze best voor om, om hem daar ook in te ondersteunen. Maar wat we wel belangrijk vinden is dat we wel de juiste persoon vinden die, die in die visie past naar de toekomst. Want dat willen we gewoon nog niet loslaten. Nou, tot die tijd zal Sipke het nog, nog waarnemen.